Met Smart TV kun je direct op je tv films huren en gemiste tv-uitzendingen terugkijken. In dit filmpje leg ik uit hoe dat werkt, vertel ik je wat er nog meer kan met een Smart TV en waar je op moet letten als je een Smart TV koopt. Allereerst is het goed te weten dat Smart TV's geen speciale tv's zijn. Smart TV is namelijk een functie die je op tv's van alle bekende merken terugvindt. Alle middenklasse en topseries televisies zijn uitgerust met Smart TV. Alleen op de goedkopere instapmodellen ontbreekt het. Een Smart TV verbind je met internet en daardoor krijg je toegang tot allerlei apps. Deze apps zijn speciaal voor televisies gemaakt en lijken dus niet op de apps die je kent van smartphones en tablets. De apps worden getoond in een overzichtsmenu en vanuit hier gebruik je de pijltjes op de afstandsbediening om de juiste app te selecteren. Er zijn allerlei soorten apps op televisies, maar de leukste zijn wel de apps waarmee je op je tv films kunt kijken. Afhankelijk van de app betaal je per film of je betaalt een vast bedrag per maand. De beeldkwaliteit is prima. Ook handig zijn de apps waarmee je gemiste tv-programma's kunt terugkijken. De NPO, RTL en SBS hebben elk hun eigen app. Je kunt daarmee tv-programma's die tot een week geleden uitgezonden zijn, terugkijken. Je hoeft hier niet voor te betalen, maar het aanbod is wel wat beperkter dan wat je gewend bent van de bijbehorende websites. De beeldkwaliteit valt wat tegen in vergelijking met normale uitzendingen. De meeste tv's zijn daarnaast uitgerust met sociale media-apps, van onder andere Facebook en Twitter. Er zijn ook nog heel veel andere apps met onder andere het nieuws, weersvoorspellingen, verkeersinformatie en zelfs fitnessoefeningen. Het bedienen van de apps doe je dus met de afstandsbediening. En dit gaat vaak wat langzaam en is afhankelijk van de tv-fabrikant hoe overzichtelijk en snel het menu is. Het navigeren naar een app gaat wel goed, maar het invoeren van tekst met de afstandsbediening is een ramp. Helaas is niet iedere televisie uitgerust met alle apps. Ieder merk heeft namelijk zijn eigen platform met zijn eigen menu en zijn eigen aanbod aan apps. Let er dan bij de aanschaf van een tv ook op met welke apps de tv is uitgerust, zeker als je op zoek bent naar een bepaalde app. Op dit moment hebben Samsung, Philips en LG de meeste keuze. Maar Smart TV is meer dan alleen apps. Veel Smart TV's zijn ook uitgerust met een webbrowser. Hier zijn we minder over te spreken. De browsers zijn niet echt werkbaar, mits je een hoop geduld hebt. De bediening is niet echt duidelijk en erg traag. Met Smart TV kun je ook bestanden openen die opgeslagen staan op je computer of tablet. Die apparaten moeten dan ook wel aangesloten zijn op hetzelfde netwerk als de tv. En dan kun je dus via je tv bijvoorbeeld je vakantiefoto's laten zien aan de hele familie. Wil je weten welke tv's smart zijn? Kijk dan in de vergelijker op consumentenbond.nl/televisies.